We schamen ons allemaal voor ons falen. Jij ging uit van hun dementie dat zij fout zaten. Ja, erg hè? In Own It proberen onze comedians deze schaamte om te zetten in trots. Dus het is niet zoiets waar je heel erg over moet schamen. Moeders weten dit soort dingen. Tenzij het te ver gaat. Het is ook wel goed dat er een beetje schaamte bij hem zit, toch? Ja! Leer er maar van. Dus weg met die schaamte en hup, met je smoel het internet op. In deze aflevering. Erik, nou doe ik dan wat verkeerd, maar ja, daar ga ik dan niet vanuit. Daar ga je niet vanuit dat jij iets verkeerd doet. Nee, nee. Oh, wat een heerlijke instelling lijkt me dat. Ja, ik zat beneden in de speelkamer in een soort van halfspanning mijn ding te doen. En gewoon op groot scherm. Ik dacht, ik neem gewoon lekker mijn tijd ervoor. Maar eerst de slechtste start van een nieuwe studie ooit. Kandidaat, laat je horen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik was net begonnen aan mijn studie. Net het huis uit, hartstikke spannend allemaal. Toen hadden we het eerste feest. Dus iedereen natuurlijk heel erg zijn best gedaan. Lekker een drankje van tevoren gedaan. Nou, ik vond het nogal spannend. Dus dat ene drankje werd er ongeveer 20 te veel. Te veel, hè? Dus hij had er daarvoor 50 of zo. Ja. Dus, okay. Je klinkt ook alsof je een klein Colombiaans verkoudheidje hebt. Klopt dat? Ja, ik heb een paar dagen een leuk feestje gehad. Dus dat hoor je goed. Het is mooi, hè? Vertel je het hele van, ja, ik was zo zat. En die vraag, heb je zitten snijven? Ja, ik had een feestje. Dat is toch prachtig. Je schaamt je gewoon nergens voor, man. Dat is toch mooi. En op een gegeven moment toen was er een hele mooie meid. En die appte of ik naar haar toe wou komen. Ja, ik voelde me natuurlijk gelijk helemaal de koning van het nieuwe semester. Dus ik dacht, ik moet zo snel mogelijk... De koning van het nieuwe semester. Een soort Game of Thrones, maar dan heel gaar. Op een gegeven moment toen, was ik de weg echt helemaal kwijt. En toen hoorde ik sirenes achter mij. Zo'n piep-wiep. Want ik had al oortjes in en blijkbaar zaten ze al langer te seinen naar me. Dus jij netjes aan de kant. Nou jongens, ga maar door. Dronken ik die dacht dat het slim was om eerst nog weg te rijden. Toen werd ik meegenomen door de politie. En moest ik daar natuurlijk blazen, want die hadden wel in de gaten dat dat niet helemaal oké was. Het was zo hoog dat zij hadden nog nooit zo hoog gezien daar. En de rechter heeft het ook nog nooit zo hoog gezien. Ik moet dan een cursus volgen. Dat is een man. Die heeft nog gezegd dat hij zich verslagen voelde door een jongen van 20. Wat goed dat jullie op de alcoholcursus elkaar zitten afbluffen van... Nee gek, ik had echt zo tand te veel gestopen. Check mijn promillage, bam! En mijn ouders die waren net voor het eerst zonder ons op vakantie. Dus die mocht ik om, wat was het, 7:00 's ochtends opbellen. En zijn ze gelijk vanuit Italië teruggekomen. Mijn vader zou me zo laten zitten. Mijn vader zou zeggen, oh cool, ik zit in de kamer verderop. Kom maar. Als kerst op de taart, op een gegeven moment moest ik heel nodig plassen. Alleen dat kleine wc'tje in die, ja, wat is dat, een soort vasthoudcel, die was kapot. Maar niemand kwam open doen, dus toen heb ik ook in de hoek van die cel moeten plassen. En dat werd ook niet heel leuk gevonden. En het allerergste moment was denk ik wel toen ik thuis kwam en mijn moeder en mijn vader zaten in de keuken. En gewoon het eerste kwartier hebben we gewoon niks gezegd. Ik krijg nu gelijk weer een trillende stem. Dat ga ik nooit meer vergeten. Ik voelde de pijn van je ouders, die stilte, die voel ik wel hoor. En ik denk ook als je hem oont en naar voren komt, denk ik, want je laat nu ook de keerzijde zien en je hebt er iets van geleerd. Dus ik zou het wel heel chill vinden als je gewoon naar voren komt. Want ik denk dat je wel daar ook wel mensen mee kan inspireren. Dat is een beetje een gare zeg. Ik begrijp zeker wat je bedoelt met het inspireren inderdaad. Heb je ooit nog gehoord van het meisje? Nou, die vond het uiteindelijk best wel een leuk verhaal. Alleen toen kreeg ze de details van het verhaal te horen. En toen kwam ik achter dat ze eigenlijk helemaal niet wou dat ik naar haar kwam. Maar dat we gewoon met de vriendengroep daarheen kwamen. Dus dat is eigenlijk allemaal voor niks. Aan onze kandidaten vervolgens de keus. Met je gezicht het internet op of op de scooter naar huis. Ogen helpen. Ja. Nee. Heeft hij niet geoond? Het boeit me eigenlijk niet. Ja. Het is ook wel goed dat er een beetje schaamte bij hem zit, toch? Ja! Leer er maar van. Dus moet je nagaan dat je op vakantie bent voor het eerst eindelijk nadat je die teringkinderen hebt opgevoed en je best hebt gedaan. En dat je dan terug moet komen omdat een of ander, Floris. En dat mij... Wat minder op de man. Sorry! Oh ja, situatie. Noem jij dit een man? Het is gewoon een joch. Rolstoelendans. Staat er. Rolstoelendans? Ja, rolstoelendans. Ik zie gelijk een soort van iemand die soort van in een ouderencentrum, soort van een zusterachtige situatie. En die dan per ongeluk een cliënt eruit flikkert. Dat zie ik voor me.
Hoe is het? Hallo. Ja, nou, ik kom een verhaal vertellen waar ik me een beetje voor schaam. En dat heeft te maken met de zorg. En ik hoorde jullie al raden, maar daar heeft het helaas niks mee te maken. Oh, jammer. Ook misschien wel gelukkig. Oh, sorry. Ik ben heel blij dat je niemand uit de rolstoel hebt geduwd. Ik werk in een verzorgingstehuis. Bij mij eten de bewoners overdag, eten ze beneden. En toen kreeg ik de taak van mijn collega's om de bewoners naar boven te brengen. En ja, zo gezegd, zo gedaan, dat doe ik eventjes. Dus ik alle bewoners van afdeling 4 naar afdeling 4 brengen in de kamers. Van alle bewoners van afdeling 3 naar afdeling 3 in de kamers zetten. En toen ging bij mij de bel af in mijn zak. En toen kreeg ik te horen van, broeder, we zitten verkeerd. Broeder. Broeder. Ik ging ook aan op broeder. Hé, meneer Van. Yo, bro. Doe die wheelie toch, gooi die wheelie in. Ik zeg, nou ja, weet je, het zijn sommigen zijn soms een beetje dementerend. Ik zeg, nou, je kent me een keer. Dus ik zei gewoon van, ja, nou, dat lijkt me niet. Ik zeg, je zit gewoon in uw kamer. Ik nog naar die kamer gegaan. Ik zeg, nee hoor, mevrouw, niks aan de hand. Rustig aan, ik kom straks voor jullie een boterhammetje smeren. Jij ging uit van hun dementie dat zij fout zaten. Ja, erg, hè? Oh, goed. Ik snap het wel. Nee, u bent dement, mevrouw. U zit hier goed, hoor. En zo bleef het daar de hele middag doorgaan. En ik snapte er helemaal niks van. Iedereen was super bellerig. En dat zijn ze normaal gesproken helemaal niet. En ik denk, nou, doe ik dan wat verkeerd? Maar ja, daar ga ik dan niet vanuit. Dan ga je niet vanuit dat jij iets Nee, natuurlijk niet. Nee, ja, ik ga ervan uit dat ik mijn werk gewoon goed en vakkundig doe. Ja, volgens mij krijg je dat gevoel als je de hele dag werkt met minder valide. Dan denk je dat jij... Ga je jezelf superieur voelen. Oh, ik loop en ik kan dingen pakken. Oh, ik ben een god. En om 6:30 moest ik de eerste bewoner naar bed brengen. En ik kom in die kamer. En toen ineens dacht ik bij mezelf, verrek. Het is je kamer helemaal niet. Zegt ze, nee, ja, dat klopt, dat heb ik je al 4 keer verteld, maar je geloofde me niet. Ik heb ze alle 20 in de verkeerde kamer neergezet. Dat is op zich best knap. Echt gênant gewoon. Dus was dit je eerste dag ook of iets? Nou ja, ik werkte er toen 1,5 jaar. Dus dat is wel pijnlijk. Ja, dit is waarom we allemaal hebben lopen applaudisseren voor de zorg. Ja. En waar schaam je het bijzonder voor? Ja, dat ik gewoon die mensen in twijfel heb gebracht. Dat ik dus ja, gewoon echt dacht dat heel gek waren. Hey, maar als je zo hard werkt als jij, dan kan je zo'n fout toch maken? Ik bedoel, ik snap dat dat heel rot kan zijn voor de familieleden van die mensen. Maar wat je zegt, die mensen die zijn de dag daarna weer vergeten. En jij hebt gewoon heel hard gewerkt en je was gewoon heel moe. Het kan ook heel leuk zijn dat je opeens een nieuwe opa hebt. Dat je er een soort van denkt, oh, deze is ook wel leuk. Die hebben dan een paar ook wel de avond van hun leven gehad, hè? Ik denk het wel. Gewoon oude opaatjes die hebben gewoon in de lingerie-la van oude omaatjes zitten kijken. En die hebben het gewoon heel leuk gehad. Kandidaat, laat je zien. Zou deze zorgheld zijn fout durven omarmen? Ja! Hey! Hey! Lekker man! Even applaus voor de zorg, Heel goed. En dan een verrassing voor onze comedians. De redacteur met wie ze dit programma maken wilde ook zijn verhaal delen. Zullen ze hem herkennen? Zoveel is die fapstaart. Sorry. Ik denk dat dit gaat over... Ja, we weten allemaal waar. Het gaat over aftrekken op een verjaardagstaart. Mm-hmm. Kandidaat, laat je horen. Hoi. Hallo. Hoe is daar? Ja, ik. Oh my god. Hebben er zoveel kandidaten afgezegd? Is dat... Nee, ik moest mijn verhaal gewoon doen. Je bent echt zenuwachtig, of niet? Ja. Ja. Nou ja, ik vind het best wel spannend om te vertellen. Doe maar rustig, kom maar goed. Ik zat in mijn eindexamenjaar. Je weet toch dat je voor je eindexamen wordt je toch op een gegeven moment gebeld? Of je het gered hebt of niet? Ja, dat was echt een nachtmerrie. Maar mijn moeder werkte dus als docent op de school waar ik zat. Nee, ik zat gewoon te wachten op dat telefoontje thuis. Niets vermoedend. En wat ga je doen als je 18 bent en je bent een beetje zenuwachtig en je moet wachten? Thuis, in je eentje. SpongeBob kijken? Eten, in mijn geval. Ja, ik ging gewoon porno kijken en me aftrekken. Dat is even flatly waar het op neerkomt. Mijn moeder die werkte natuurlijk ook op mijn school. Zij kon natuurlijk door de connecties kon ze eerder weten wat de status was van mijn slagen, ja of nee. Ja, ik zat beneden in de speelkamer in een soort van halfspanning mijn ding te doen. En gewoon op groot scherm. Ik dacht, ik neem gewoon lekker mijn tijd ervoor. Toen hoorde ik zeg maar op het moment suprême. Hoorde ik ineens de voordeur, maar terwijl dat gebeurde, was ik aan het climaxen. Dan heb je goede timing. Nou, ze hebben het niet geprobeerd, het was niet een poging, hè, dat het goed ging. Zeg maar. Nee, ik kan me voorstellen dat wanneer er dan iets komt, dat het dan het proces
verstoord? Ja, ja. Jawel, maar het was gewoon bezig. Dat ken je toch wel? Je bent er gewoon overheen en dan gebeurt het. Dus ik hoorde dat en dat zoveel emoties tegelijk. Toen gebeurde dat. Dus ik heb echt als bezeten en heb ik alles weggeklikt op mijn scherm. En ik was zeg maar aan het komen. Je kijkt niet naar beneden. Wat? Je kijkt naar beneden. Oh. Alsof je het nu weer aan het checken bent. Even handjes hoog, ja. Dus ik zeg maar het hele zaakje in een soort van angstig noodtempo erin gedouwd. Terwijl je dan zo nog gewoon in vol ornaat bent, zeg maar. Stond mijn moeder daar ineens in de deuropening en die zwaait die deur zo open. En ik kijk super paniekerig naar haar en zij zegt, je bent geslaagd! En ik zo, ja, dat was je ook. Enorm, maar wat ga je dan doen? Dan ga je, weet je wat, ze wil natuurlijk gewoon een knuffel. Maar ik zit nog met die volle toestand daar beneden en ik dacht het nog vol in paniek. Dus ik loop zo naar haar toe. En ik geef er zo'n ass-out hug, weet je wel, een beetje zo naar de zijkant. Ja. Maar mijn moeder weet, volgens mij, dat ga je heel naïef vinden, maar zij weet volgens mij niet dat ik dat soort dingen kijk. En zij staat ook een beetje op tegen of zo, zij vindt dat mensonterend. Dus het is niet zoiets waar je heel erg over moet schamen. Moeders weten dit soort dingen. Ik vind dat je moet schamen. Nee. Weet je, ik blijf het ook gewoon weird vinden dat je naar andere mensen gaat kijken die seks met elkaar hebben. Ik heb het probleem niet. Ik ook niet. Ik doe echt mijn best om me in te leven hierin, maar ik denk, nee. Ja, ik denk dat, kan je voor ons een droomscenario schetsen van jij laat jezelf zien en mama ziet het. Uh-huh. En wat is jouw droomscenario? Wat zegt ze tegen je? Goeie vraag. Zoon, ik heb het gezien. Vroeger wilde ik je gewoon beschermen, maar we doen het allemaal. Wauw. Ja. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren precies zo. Jawel. Nee, dat gaat niet gebeuren. Je moet het ook helemaal niet van je moeder laten helemaal niet om je moeder. Het gaat erom of jij er oké mee bent dat jouw moeder daarvan mag vinden wat ze ervan vindt. Wauw, ja. Dus ik zou zeggen, kandidaat. Laat je zien. Ik ben benieuwd of de mannen net zo lief zijn voor iemand die ze goed kennen. Ogen helpen. Nee! Oude rukken! Oh god, ja. Ik ben wel een vertrouwenspersoon binnen het programma. Daar staat hij. Kom maar, hebben jullie zorgen? Heb je het überhaupt wel eens met je ma of pa gehad over dit soort dingen, zeg maar, los van porno, dat ze misschien een grapje hebben gemaakt, misschien een seksgrapje of zo? Ik ben dus echt best wel open met haar, maar dit is een soort van don't go there. Ik vind het interessant dat seks geen probleem is, maar dat porno een probleem is. Terwijl, er is natuurlijk ook een problematisch deel aan porno, daar hebben jullie dus blijkbaar geen last van. Jawel, cookies. Maar... Oh my god. De hele computer is zo... Je moet ook ophouden met die mail van uit de buurt de hele tijd lopen. Ja, die is niet echt bij jou in de buurt. Ja. En onthoud, falen hoort bij het leven. Praat erover en wie weet kan je erom lachen.